Bij een steekpartij in Kuik is gisteren een man van 20 uit Kuik om het leven gekomen. De politie heeft twee mannen opgepakt. Volgens buurtbewoners zou er voor de steekpartij een ruzie zijn geweest om een meisje. De politie reed toevallig rond in de wijk. Buurtbewoners riepen de agenten omdat de ruzie uit de hand was gelopen. Een man lag zwaargewond op de stoep op de hoek van de Botdragerdreef en Schildendreef. Agenten probeerden hem nog te redden, maar hij overleed op straat aan zijn verwondingen. En in Kuik is onze verslaggever Rogier van Son. Rogier, ja, wat is er waar van het verhaal dat het gaat inderdaad om een meisje? Nou ja, wij zijn hier al heel de ochtend in de wijk en er zijn verschillende verhalen die wij horen van buurtbewoners. Het rommelt hier al een tijdje langer. Er is pas nog een gehandicapte in elkaar geslagen. Er zou hier sprake zijn van drugs. Dus er zijn bewoners die zeggen, zou het misschien iets met drugs te maken hebben? En inderdaad, dat verhaal van dat meisje doet ook de ronde. En ja, wij spraken met een ooggetuige die van alles heeft zien gebeuren gisteren en die had het daar ook over. Ik hoorde dat iemand hier geschreeuwen, dat er moet de politie bellen. En ik zag die jongen van, nou ja, Ambonese, zei ik gelijk, Ambonese, want hij is al bekend, hè. Die Ambonese jongen, die twee broertjes. En toen ik zag die ene van Ambonese, die heeft hem vasthouden en stoken met de mensen. En die ene broer die roept gewoon, doe maar, blijf maar stoken, stoken, stoken. En ik zelf, toen de politie hebben hem gepakt en laten... In de boeien, die jongen die zei ik zo tegen mij, je moet er niet mee aankijken. De jongen van de Ambonese, je weet niet die probleem. En die probleem is dat de jongen is, die heeft mijn zus verkracht. Daarom het is ik meteen zo horen, meteen lijkt ik weglopen. Ja, jij zegt net al van ja, we krijgen heel veel verschillende verhalen te horen op dit moment van buurtbewoners. Dus dit is niet per se het verhaal. De politie, kan die überhaupt al iets bevestigen? Nee, we hebben de politie een aantal keren gebeld en die zeggen ja, de zaak ligt heel gevoelig. Wij willen hier graag goed overleggen en pas dan komen we naar buiten met meer informatie. Ja, en hoe is de sfeer eigenlijk op dit moment in de wijk? Want er werden ook bloemen gelegd al, hè? Ja, het is nu heel rustig. Er worden inderdaad bloemen gelegd op de plek waar de jongen is overleden. Hij woonde ook in die straat waar het gebeurd is. En ja, familie komt daar af en aan om daar samen met elkaar uiteraard te rouwen. En ja, om ook een bloemetje neer te leggen.